SC Eindhoven is de tegenstander van RKC Waalwijk vrijdag. Ja, als we naar de ranglijst kijken, dan heeft de RKC geen schijn van kans, toch, Moussa? Nou, dat zal ik niet zeggen. Voetbal blijft voetbal altijd. Maar ja, we hebben bewezen tegen VVV Venlo dat we gewoon aardig kunnen voetballen. Maar helaas verliezen we met de 4-3. En ik kijk, ja, FC Eindhoven is hetzelfde net als VVV Venlo eigenlijk. We hebben een goeie, ja, sterke team. En ja, in ieder geval, ik zeg niet van dat wij kansloos zijn. Het positieve bij RKC is dat de club de laatste weken weer in de lift zit. Weliswaar verloren van VVV, maar bijvoorbeeld ook gewonnen 2 weken geleden van Volendam. Ja, dat klopt. En we hopen dat we die door kan trekken. Want ja, tegen Volendam was het niet echt een beste wedstrijd. Maar in ieder geval, dan pak je die 3 punten. En we hopen dat we die lijn door kunnen trekken. Heb jij een idee waarom het nu de laatste tijd wel lukt om punten te pakken en ja, daarvoor wat moeilijker? Ja, ja, we trainen met name veel op tactiek en vastigheid. En er groeit steeds meer vastigheid bij ons in de groep. En ik denk daardoor dat het meer duidelijk is voor de spelers en zo. Ik maak eigenlijk net een beetje een geintje, hè, van dat jullie geen schijn van kans hebben. Want gelukkig is het voetbal en in voetbal is alles mogelijk. Maar FC Eindhoven natuurlijk wel een hele pittige tegenstander. Ja, zeker pittige tegenstander. Ze zijn fysiek sterk, kunnen ook aardig voetballen. Ik heb met de Jong PSV tegen hen gespeeld toen de 2-0 verloren. En die wedstrijd hadden wij in ieder geval geen kans. Maar met de RKC zat ik meer kans in. Over PSV gesproken, hè, daar kom jij van. Naar Waalwijk gekomen en nu ook nog eens een nieuw contract. Ja, nu een jaar optie is verlengd. En ja. Ga ik me een jaar lang mijn best doen en vlammen voor RKC. Heb je daar bewust voor gekozen om bij RKC te blijven? Ja, ik heb bewust gekozen voor RKC. Nou, ik leer hier veel en ben ook hier goed ontvangen en zo. En ik wil gewoon meer punten met hem pakken en mijn best doen om zo hoog mogelijk te komen. En je pikt je wedstrijdjes mee? Ja, ik pik zeker mijn wedstrijdjes mee en dat geeft er wel een fijn gevoel en vertrouwen en zo. En dat strijd trainers, trainen geeft mij vertrouwen ook en dat vind ik wel fijn, ja. Het is belangrijk denk ik, hè, dat je nu veel speelt op deze leeftijd. Ja, is zeker belangrijk. Ja, je moet veel spelen. En voor een jonge speler is dat heel belangrijk. Tot slot, ik noemde het al, hè, RKC de laatste tijd, de prestaties worden beter. Gaat RKC het lukken om van die hatelijke laatste plaats af te komen in de Jupiler League? Ja, zeker.